Met de hoofdvries. En dan live in beeld, meneer Kalf. Het is alweer. Wat is de hoofdprijs? Een half vaak of een half kalf? Een half wel. Hier heet dat altijd. Ik kan een kalf ververgen, joh. Ja, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Ik ben er van alle markten thuis. Deze week heeft 40% korting op een jurkje. Hoe ging het? Hier in het, jongens, in die. Hier in het vierkantje. Hoe ging dat? De warming up. Hoe ging dat? Wat hebben wij een beetje geleerd? Juist dribbelen met de bal. Ga maar door. Hey, om de beurt. Beginnen we aan deze kant. Onderbeurt, jongens, hè? Hey, jij bent hetzelfde als mij. Beide kleuren, hè? Ja, beide kleuren. Beide kleuren. Kijk, ze zijn zo hard bezig bij Martijn, nou hebben ze wel een ijsje nodig, hè? Oh, kijk eens, een mooie blauwe kleur bij. Oké, we beginnen af hier. Nou, jij. Erik verzorgd dat en hebben een circuitje gemaakt. Ze hebben dan een jumbo balspel, noemen we dat. Ja. Dan gaan ze balletje trappen, dan moeten ze zoveel mogelijk emmers omtrappen. Dat hebben hun net gedaan. Nu hebben ze even een kleine verkoeling en dan gaan ze straks het zware werk gaan doen bij Martijn Meerdink. Ja. Nou. En een vraag, in het verleden hadden we altijd 5 alpen daar. Hoe kan het dan al gereduceerd is naar 4? Nou, in het verleden was het altijd 4. Toen is het tijdelijk door een keer een hele slechte zomer is het naar 5 gegaan. Daar hebben we eentje af moeten lassen, toen is het naar 5 gegaan. Daarna viel het wat heel ongelukkig met de vakanties en is het 5 gebleven. Maar 5 bleek gewoon aan de vele kant. Hè. Er waren eigenlijk als eentje te veel. Ja. De 5 was ook heel moeilijk te vullen met de braderie. Dus zijn we dit jaar weer teruggegaan naar 4. Ja, dat was ik wou van de horeca. Ja, wij missen dan wel een extra omzet daar. Precies, ja, maar wij als organisatie missen heel veel geld in de organisatie. Maar die 5 kosten alleen maar heel veel geld. Of zij moeten over de brug komen met een financiële bijdrage. Ja, maar dat is alleen de afweging die je maakt. En nee, we zijn op deze manier uitgekomen en dat was prima. Ja. En smaakt het? Jongens, zeg even. Jongens, pas. Smaakt het? Ik ben op televisie nou. Ja. Ja? Is dat smurven of wat is dat? Wat is dat blauwe dan? Is dat smurven ijs? Ja. Succes! Ja. Ja, stap nummer 1. Nummer 2, fantastisch. En nummer 3, van harte gefeliciteerd. U krijgt een prachtige bos bloemen van de Jumbo. En een waardecheck te besteden bij Jumbo Alten. Dus we kunnen hier veel weer. Goeie tijd. Goeie
leuk, hè? Kijk eens, nou lekker jongens, mooi dingetje. Ja, oh, jij kan het ook goed, zie je dat? Hij gaat ook uit zijn handen. Zo zie je het. Ja, ik doe die voor je dan. Ik doe die. Ja, stop maar.